Welkom. In dit filmpje gaan we kijken hoe je hellinggrafieken kan schetsen en ook hoe je hellinggrafieken kan plotten met de grafische rekenmachine. Dus dat zijn de twee dingen die we in dit filmpje gaan bespreken. Ik heb hier een formule. I is x tot de derde min 12 x plus 1. Ik heb het alvast in mijn grafische rekenmachine geplot en die grafiek die loopt zo. En hij heeft twee toppen, bij x is min 2 en bij x is 2. Het eerste waar we gaan doen, waar we naar gaan kijken is, je kan een hellinggrafiek schetsen van een gegeven grafiek. Dus deze grafiek is gegeven, die hoort bij deze formule. En het eerste wat we gaan doen is een tabelletje erbij maken. We gaan kijken wat er allemaal gebeurt voor de top. Dus de eerste top, de eerste maximum, dit is de maximum. Hij stijgt tot x is min 2. En let op, we gebruiken hier altijd open intervallen. Want sowieso als je een pijltje naar links doet, dan zeg je oneindig. Dat is nooit gesloten, dat loopt oneindig door. En min 2 doe je ook een open interval, want bij x is min 2 heb je een top. Dan stijgt hij niet en dan daalt hij niet. Dan is de helling namelijk 0. Dus vandaar altijd open interval gebruiken bij het opschrijven van of een grafiek nou stijgt of daalt. Goed, wat zien we voor de x is min 2? We zien dat de grafiek van f stijgt. Dus dat kunnen we al opschrijven. En wat kunnen we zeggen over de hellinggrafiek van f? Hier ga ik de hellinggrafiek tekenen. Nou, we kunnen zeggen dat de hellinggrafiek, de helling, positief moet zijn. Dus hij moet boven de x-as. En dan gaan we bij x is min 2 kijken. Dat is een top. Dus dat stijgt niet en daalt niet. En dat houdt dus in dat dat het snijpunt is met de x-as. Dus snijpunt x-as. Dus die kan ik alvast eigenlijk al tekenen. Dus ik ga hem zo naar beneden stippelen. En dan heb ik hier x is min 2. Hier weet ik zeker dat die grafiek doorheen gaat van de helling. En van min 2 tot 2 zie ik dat het daalt. En dat houdt dus voor de hellinggrafiek in dat die negatief is. Want als je een dalende grafiek hebt, is de helling negatief. En dat houdt dus in dat het onder de x-as ligt. Dus de grafiek van de helling, dus de hellinggrafiek, ligt onder de x-as. En x is 2 is weer een top. In dit geval een minimum, maar het is gewoon een top. Dus is het weer snijpunt met de x-as. En de laatste, na 2, dan zie je weer een stijgende grafiek. Dus de grafiek stijgt. En dus moet het boven de x-as liggen. Dus we beginnen boven de x-as, en daarna hebben we een snijpunt, daarna onder de x-as, en dan weer een snijpunt, en dan boven de x-as. Dus ik begin boven de x-as, ik ga hier die top ook alvast tekenen, even naar beneden stippelen, en dan x is 2. Ik begin boven de x-as, en dan moet die door de x-as gaan bij x is min 2, dan leg ik onder de x-as, en dan weer een snijpunt, en dan boven de x-as. Dus zo zal die ongeveer eruit zien. Nou, laten we even verifiëren met de grafische rekenmachine. Kijken of het inderdaad zo'n dalparabool is, de hellinggrafiek. Ik had hem hier al geplot. X tot de derde min 12 x plus 1. Dan komen we op ons tweede leerdoel. Dus je kan een hellinggrafiek plotten op de grafische rekenmachine. En dat doe je als volgt. Je gaat naar Math. He, op I2, misschien ging ik iets te snel, maar op I2 ga je naar Math. Dan heb je de optie 8, dat is EnderRev. Dus ik ga optie 8 inklikken. En dan hier vul ik x in. En dan ga ik dus de di, dx, hier komt de i. En de i is dus de I1. Dan doe ik alpha trace, I1. En hier ga ik de helling op elke x. Dus ik wil niet van één punt, dus ik ga hier geen één waarde invullen. Ik ga alle waarden van x invullen. Hiermee zeg ik dus, ik wil de afgeleide, of daar komen we later op, ik wil de helling op elke x. Dan doe ik even voor de duidelijkheid even deze uit. Dus ik ga op dat is-tekentje staan en ik doe enter. Dat doe ik zodat hij deze even niet gaat plotten. Ik wil alleen maar de hellinggrafiek plotten. Dan doe ik graph.
En wat zie ik? Inderdaad, het is een dalparabool. Nu laat ik wel even de grafiek zien. Dus even enter. En zoals je ziet, de blauwe is de grafiek van de formule. En hier bij de top, bij x is min 2, zie je ook inderdaad dat de hellinggrafiek door de x-as gaat. En bij die andere top zie je ook dat die door de x-as gaat. Hier stijgt de grafiek. En hier zie je dat de hellinggrafiek boven de x-as ligt. Je moet niet gaan kijken van, oh, hij daalt. Ja, het komt. Waarom daalt deze helling? Is omdat dit een afnemende stijging is. Kijk, omdat het een stijging is, ligt de hellinggrafiek boven de x-as. Maar omdat het een afnemende stijging is, wordt die helling steeds kleiner. Dus dan krijg je een dalende grafiek. En dan komt die bij i is 0, dus snijp het met de x-as. Dan heb je een top, want bij een top is de helling 0. En dan zie je dat die toenemend daalt. Dit is een toenemende daling, dus hij gaat ook steeds meer negatief. En daarna wordt hij steeds minder negatief, want hij gaat afnemend dalen. En dan ben je weer bij een top en dan heb je dus het snijpunt met de x-as. En dan gaat hij weer toenemend stijgen. De blauwe grafiek is toenemend stijgen, dus de helling wordt ook steeds groter. Tot zover hoe je de hellinggrafiek kan schetsen en plotten. Ik hoop dat je het hebt begrepen en heel veel succes verder.